Zo, goeiemaat. Het is inmiddels al maandagochtend 8 uur. En Jwelletje die staat hier in zijn focusseizoentje. Voor het grimmige gymmetje weer. In zijn eentje. Loortje, die is er niet. Ik heb zelf maar weer even een vers watermeloentje te pakken gekregen. We hebben trouwens nieuwe boxers in de shop. En dit keer Scoopy erbij, boxer. Gemaakt van bamboe, die stof. Dus dat is ideaal voor alle gelegenheden. Dus of het nou warm of koud is. Dat is echt topspul. En er zit een speciaal vakje in. Dus je hebt hier de boxer. Ik draag een XL trouwens. Want anders passen mijn benen er niet in. En hier zit dus een compartimentje. Daar kun je in stoppen wat je wil. Je kan je lul in stoppen of gewoon spullen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt wel een beetje teleurgesteld in Lloyd. Zondag is hij ook niet komen trainen met mij en Donnie. Soms heb je dat, hè. Dat je groeimaten je in de steek laten. En dat is dus het nadeel van trainen met mensen. Is dat de enige die zo gemotiveerd is als jij, dat ben je zelf. Je moet niet van iedereen verwachten dat ze maar hetzelfde doen als wat jij wil gaan doen in je leven. Dus je moet ook niet afhankelijk zijn van je groeimaten. Dat is wat ik hiermee wil zeggen. Dus ik sta hier gewoon weer in de gym. Ik heb alles voor elkaar. Ik hoef hier niet te staan om 8 uur 's ochtends. Ik had ook gewoon nog bij mijn kinderen kunnen blijven vanochtend. Of ze zelfs naar school kunnen brengen. Ik denk dat ik dat de hele week gewoon even ook ga doen. En lekker alleen ga trainen. Even afsluiten van alle social media dingetjes en het werk. En even focussen op nieuwe ideeën weer tot stand brengen. En dat gebeurt vaak wel altijd als ik alleen ben. Eigenlijk nooit als ik met anderen ben die niet gelijk gestemd zijn ten eerste. Ja, je moet daar mensen vinden die ook waar je zelf wat van kan leren, zeg maar. Eigenlijk moet je je omringen met mensen waar je dus ook echt wat van leert en beter van wordt. Dus soms train ik even met andere ondernemers in een ander segment. Die veel verder zijn dan ik, weet je wel. Dus dat is af en toe goed om te doen. Ik heb hier trouwens weer die waterbloem. Ik heb hier weer mijn schoongemaakte scoop. Het is maandagochtend, hè, dus we moeten het even goed schoonmaken. Ik moet erbij zeggen, ik heb helemaal niet zoveel zin om te trainen. Want ik heb eigenlijk veel te hard getraind in het weekend. Ik heb gisteren met Donnie die hele zware deadlifts gedaan. En ik heb toch zaterdag een soort van rustdagje gehad met arme supersets. Ik had toch ook weer zwaar die tricep gepakt. De overhead press. En ik heb gewoon te weinig geslapen. Kinderen waren een beetje lastig. Uurtje, de klok weer terug en zo. Dus ik moet eigenlijk even gewoon lekker rusten. Maar fuck die rustdag, weet je wel. Eventjes die scoop erin. En ik ga toch weer even lullen voor jullie voor de camera met wat tip. Dus af en toe is het heel goed juist om alleen te zijn. Dus zorg ervoor dat je dus niet afhankelijk raakt van je groeimaat de hele tijd. Het is dus echt belangrijk dat je ook zelf kan trainen. Dat je zelf je motivatie ergens uithaalt. Ik heb dus hier mijn headphones bij me. En dan zet ik gewoon echt een heel industrieel techno setje op van Bijou. Die overigens op verknipt afsloot toen we er zondag waren. Met ADE. Nou, dat is gewoon lekker om dan even op te hebben. En gewoon echt verstand op nul en gas geven. Gewoon die hele tent afbreken. En energie uithalen. Dat je groeimaatje gewoon even laten zitten. Dan moet je dus eigenlijk, je moet dus iets negatiefs. Kijk, ik mij maakt het niet uit met de trainer zo. Het gaat mij erom dat ik dan geen goede video voor jullie kan maken. Want ik ga daar binnen niet mezelf staan filmen meer. Daar ben ik te oud voor geworden. Ik moet gewoon focussen op die fucking training, weet je wel. Daarom sta ik hier ook ochtend om 7 uur. Dat is de enige periode van de dag dat ik gewoon lekker verstand op nul keihard kan trainen. Want anders komt er van alles weer doorheen. De beurs gaat open. Alles gaat weer lopen, weet je wel. Dus dan wil ik ready zijn voordat het echte werk begint. Want dit is natuurlijk geen werken. Dit is gewoon een cameraatje meenemen. En gewoon laten zien dat ik elke dag hier sta. En dat vind ik leuk om te doen. En ons kanaaltje die groeit daardoor enorm. En dan moet ik toch even een applausje voor jullie geven. Kijk, dat kan dus ook weer helemaal niet als je eentje filmt. Maar groeimaat, het gaat hartstikke goed met dat kanaal. Ik hoop dat we de 100.000 abonnees gaan halen voor 2023. Want dan gaan we die scoopmachine ook weggeven aan een van jullie. En we zitten echt op, 63.000 abonnees geloof ik. De video's die worden geüpload bij de verleden, soms 2 per dag. Dus we doen ons best
om ook jullie te voorzien van de juiste content. We doen powerlifting, we doen mijn dagelijkse lulvideo's zoals deze. Hey, we hebben trouwens nog meer nieuwe producten. We hebben tegenwoordig ook kruiden, een kruidenmix. Die hebben we speciaal met Daryl ook al ontworpen, want Daryl die staat vaak in de keuken bij ons. Ja, ik zou zeggen, dat is ook weer een mooie toevoeging. Plus de buffelboxer hebben we trouwens ook. Dan ga ik nog reclame voor de jong maken ook, omdat hij er niet is. We hebben de boxer hier van de buffel. En als je er meer bestelt, geloof ik 6, dan krijg je gruwelijke korting. Want het scheelt ons ook weer met verzenden en alles, weet je. Of ik nou, want die boxes die wegen geen rol. En het beste is nog gewoon met een order met supplementen. Voor ons in elk geval. Krijg je zelf trouwens ook cadeautjes erbij, hè. Als je meer besteedt, dan krijg je er ook een beker bij en nu een Vitamix. Ik denk, als ik nu echt de man ben, dan ga ik gewoon echt wel even die benen aanpakken. Als ik dan de deur uitloop, dan ben ik weer helemaal het mannetje. En dan ligt die Lord gewoon nog in zijn nest. Nou, dan ben je echt een winnaar. Het is een mooie dag vandaag. Ik ga lekker helemaal op mezelf oriënteren deze week. En gewoon even in die focuszone komen met ideeën bedenken voor de toekomst. Wat echt geld oplevert. Ik denk dat het belangrijkste is. Met een verse visie, verse blik op de toekomst. En dan is het weer helemaal top. Okay. Dus we hebben een goede maat gevonden die gaat filmen. Hoppakee. Val niet mee. Tot maandag. Ik weet wel wie ik allemaal versla. Zo, daar zijn we. Het is mooi om even de diepte weer te trainen van de squat. Hier kun je echt lekker zorgeloos diep gaan. Dat je gewoon bijna de diarree uit je reet laat vallen hier zo. Het hele pakketje zit erop. Same shit. Different day. Eigenlijk gewoon een soort cooling down, dat je dit kan doen en aan het filmen bent op het zwaarste gewicht. Na je squat is het natuurlijk gewoon alleen maar bonus. En ik kan je vertellen, ik ben echt pest gewoon. Ik gooi allemaal geld in het laadje voor iedereen, maar focus hoor maar. En dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Dus die speakers en die Ferrari die zijn kapot voor de vierde keer. Dus net gedaan met absolute modus, de hele Ferrari. Dus dan ga je het ook op social media zien als het voor de... Je hebt bij mij 3 strikes, met de vierde ben je oud. Dus dat is de kracht ook weer van social media. Gewoon niet fucken, gewoon je werk goed doen. Deze beker, hè? Vandaag mee. Ik denk nou maandag, hele weekend even flaneren, weet je wel. Die Lord. Maandag weer vers beginnen. Niet getraind ook, hè, dit weekend daar. Weet je welke beker ik morgen een hele week ga pakken? Niet die van Buffel. Er is geen ruimte voor luiheid.
Zorg dat je wel energie eruit haalt. Uit je negatieve tijd. Ik heb wel weer een lekkere workout erop zitten. En ook expres benen. Ik zat nog te twijfelen tussen benen en chest. Maar eigenlijk zijn die benen aan de beurt. Gisteren heel zwaar gedeadlift. Ik heb al de twee zwaarste trainingen van de week erop zitten. En het is pas maandagochtend. Pure winst.